Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Danny, wat heb jij veel gegeven vandaag? Ja, ik moet zeggen, ik heb veel loopwerk verricht. Er lag ook veel ruimte aan die kant. Maar ik denk dat ik het te weinig mee heb gedaan. Slordig in de passing, bepaalde momenten verkeerde keuzes gemaakt. Dus er had meer in gezeten. Ik vond jullie de eerste helft verzorgd voetballen. Hadden jullie de wedstrijd ook eigenlijk onder controle, vond ik. Alleen je creëert zo weinig. Ja, zij lieten ons een beetje het spelletje maken en zij probeerden een beetje vanuit de counter eruit te komen. Ja, dat lukte ze ook een paar keer. Maar ja, aan een bal, dat zeg ik, we waren te slordig. En we probeerden te geforceerd de openingen te vinden en te snel vooruit te spelen. Terwijl als je gewoon een paar keer even uithaalt en weer opnieuw begint, dan hou je de bal wat langer en dan kan je makkelijker te kansen komen. Maar we wouden te graag de eindpaas geven en dan zie je dat het slordig wordt. En dan door die foute passing slaan zij toe in de omschakeling en sta je 1-0 achter. En dan moet je nog meer komen en dan geef je op laatst nog een goal weg. Maar ja, dat is voor de statistieken. Ja, dat maakt dan niet heel veel meer uit. In de tweede helft creëren jullie wel heel veel. Is dat dan eigenlijk het enige wat jullie niet goed doen, dat doelpunt niet maken? Ja, de tweede helft gaan zij nog meer achteruit lopen, dat weet je. Dus ja, we probeerden ook een beetje de ballen erin te pompen en hopen dat het een keer goed valt. Nou, dat viel die bijna. Ik kreeg zelf nog een enorme kans, maar ik ben geen kopwonder. Dus, maar die had er wel in gemogen. Geloof ik met Rob nog een kans. Wou je hem voorleggen eigenlijk of wou je hem rechtstreeks binnenkop? Ik wou hem in de verre hoek koppen, maar ik schrok er ook een beetje van, moet ik zeggen. Want ik kom nooit in die positie, maar ja, dan moet je gewoon keihard binnenknikken natuurlijk. En met Rob kregen we nog een grote kans. Ja, en dan krijg je nog een paar voorzetten die net niet goed vallen. Ja, dan hoeft het maar één keer goed te vallen en staat het 1-1. En dan hou je toch een goed gevoel over aan deze wedstrijd, denk ik. Ja, goed gevoel. Toch een nederlaag. Hè? Dat is dan het enige wat Gert-Jan net ook zegt, dan geen goed gevoel geeft natuurlijk. Maar met wat voor gevoel ga je dan richting woensdag? Want dan is natuurlijk de bekerwedstrijd, waar ook een mooie kans ligt misschien in Amsterdam. Ja, ik denk dat je niet te zwaar moet tillen. We hebben gewoon een prima wedstrijd gespeeld, denk ik. En ja, zij staan nu bovenaan. Maar we hebben wel laten zien dat wij eigenlijk qua veldspel gewoon beter zijn dan zij. Ik moet zeggen dat ik ook iets meer van hen had verwacht. Maar ze zakten gewoon helemaal in. En voetbal zat totaal geen voetbal in. Alleen maar lange bal. Dat normaal een beetje ons spelletje is. Ze lieten ons nu eigenlijk aan de bal. En voor woensdag zijn er gewoon weer kansen, denk ik. Gewoon hetzelfde type ploeg. En dan gaan we er weer voor. Eerst even uitrusten, denk ik. Je zat er aardig door, denk ik, aan het eind van de wedstrijd. Ja, ik voelde de kramp een beetje in mijn kuiten schieten op laatst. Soms moet je die meters maken natuurlijk. HHCTV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.